Psych! Oké, let's go jongens. Retro, let's go. Met de wc-papier aan onze kuiten en onze handen. Jongen, we gaan het doen jongens. Ik ga echt voor de top 100. Ja, ik ga echt voor die top 100. We gaan het gewoon proberen. Ik heb één potje in deze game gedaan en die hebben we gewonnen. Met 11 kills. Dus hey, als we gewoon... Stel dat we 10 winnen of zo, dan zit ik al wel lekker. Alleen, ja, het is moeilijk man. Het is echt lastig gewoon dit. Maar hey... Ik ga het gewoon proberen, we zien het wel. Hey Ryan, wat up gast, welkom. Je bent de beste van Nederland. Thanks jongen. Ja, er zijn best wel wat video's online van de top 10 beste Fortnite-YouTubers, spelers, dat soort dingen. En ik sta er wel vaak in, dat vind ik wel dope om te zien. Dat mensen mij gewoon echt goed vinden. Dat vind ik leuk om te zien. Een SMG jongens, een grijze. Met jongen, give me that, pistol hoef ik niet. Shield, dank u wel. Oké, nu ga ik ook, ik merk ook gelijk dat ik echt gewoon veranderd ben in spelen nu. Dat we gewoon echt die grind op die winst moeten pompen nu. Dus ik ga wat minder dom spelen. En wat meer echt voor de gameplay, oké jongens? We gaan het doen. Pauw, oké. Ja, die mech hoef ik eigenlijk niet. Oké, we moeten ook even wat bouwen zien te fixen. Een trap, oké. Traps zijn leuk. Shotty man, ik moet een shotgun hebben. Nee, zo'n weg doen dan, I guess. Shotgun, I need a pump. Zonder shotgun gaan we echt niet zo ver komen, jongens. Dat zeg ik nu al. Oké, ik moet wel even een beetje oppassen met wat ik ga doen nu. I need a shotgun. I want him. Showdown grind. Ja, sowieso Ryan. Ik moet het een keer gewoon goed doen. Showdown. Ik heb het nooit echt serieus genomen. Ik zie ook helemaal niemand gast. We moeten wel die kills pompen ook, hè. Of draait het echt alleen om die win? Nee, want iedereen kan wel... Er zijn vast wel mensen die 25 keer achter elkaar kunnen winnen. Volgens mij draait het ook echt om de kills. Daar moeten we nu voor gaan zorgen. Voor de veel kills. But ik hoor en ik zie ook helemaal niemand, gast. Dit is niet lekker. Dit is niet leuk. En ik heb nog steeds geen shotgun. Oké, nu wel. Ik weet niet, ik vind een tech dan toch wel beter dan een SMG. Ik gebruik nog steeds shotties. Misschien niet altijd slim is. Geef me gewoon een heavy, man. Dan ben ik echt gewoon blij, een heavy. Wat is Showdown? Showdown is een nieuwe game mode van Fortnite, jongens. Waar je in V-Bucks kunt gaan winnen. Dus als je gewoon, je hebt 25 potjes de kans om wins en kills te maken. En in die 25 potjes moet je gewoon zo goed mogelijk je best doen. En hoe beter je best, hoe hoger je komt in de ranklijst. En als je in de top 100 komt, krijg je 4 bucks, kan je 4 bucks krijgen. Dus dat is mijn tactic. Ik ga gewoon voor die nummer 1 natuurlijk. Nou, dat gaat waarschijnlijk nooit lukken, want het is van de wereld. Dus helaas pindakaas voor mij dan. Maar hey, we gaan gewoon ons best doen. En we zien wel wat er van komt. Let you down. What's good? Ik deed daar zo erg mijn best om niet geraakt te worden. En het lukte! Het lukte! Yeah! Oh, dit is al geloot. Oké, nice. Dat was toch een guy. Ja, maar het is maar 1 kill, man. Ik wil sowieso minimaal 10 kills per game halen. Dat is het doel, gast. Als we dat halen, dan... Weet dat we wel goed zitten, hè? Oh jezus. I want 10 kills per game. Ik ga sowieso altijd voor. Roy, listen, ik even gezet. Roy, is Roy hier dan? Ik weet niet. Kijk, weet je wat leuk is, jongens? Iedereen kan wat dan ook voor naam op YouTube nemen. En dan, ja, het is niet gelijk dat het Roy is, weet je? Het is echt een lekker skinnetje. Ja, deze. Hey, Ryan, deze skin is chill, gast. Dit is dope. Ik vind het echt een chill skin. Oké, hier zit niks. Dit is al geloot. Ik denk dat er nog iemand zit, man. Die ene... Ja, zie je wel. Ik wist het, gast. Die ene guy kon nooit alles hier looten. Dat kon niet. Oh, god. Oh, wat doe ik? Hij zit hier ergens. Oh, 3 headshots, gast. Flikker de rest. Even die devs weer gooien. Holy shit, man. Damn, gast. Die headshots daar, man. What the fuck? Let's go, man. No skinner die zich weer voordeed als een no skinner. Maar die eigenlijk nog best wel wat kon. Nice. We got him, man.
Oké, okay, 2 kills. Mooi. Het is natuurlijk showdown, jongens. Dus deze mensen zijn sowieso, denk ik, een tikkeltje beter. Ik hou gewoon die tech op dit moment. Gaat wat lekker met dat ding. Er waren gewoon best wel veel HP'tjes van die guy af. Als je gewoon headshots met een tech raakt, jongens. Holy damn. 100, wat was het? 60? Dat ging de hele tijd ervan af. Als je dat gewoon vaker kan hitten in plaats van 1 keer met een pump. Dan is de tech toch, denk ik, soms wel wat chiller. Het is per regio en niet de hele wereld. Oh, serieus, per regio. Dus per Europa, Amerika, dat soort dingen, Azië. Oh, hebben toch weer wat meer kans. Ik dacht al de hele wereld, gast, dat lukt me nooit. Ah, oké, nice, ouwe. Dus per Europa, ja, maar dan nog is het echt onmogelijk voor mij. Europa is ook knijtertje veel, goede mensen zitten daar. Oké, maar dat is toch wel weer een puntje wat wel chiller is om even te weten, man. Nice, thanks, super dope. Dan maken we toch weer iets meer kans. Wat vind je van mijn logo, eerlijk? Rick, ik kan hem... Ja, op dit moment zie ik hem heel klein, maar... Hey, ik zie een mooie rode R, dus rood is gewoon... Dat is mijn lievelingskleur, dus dan vind ik hem al een stuk mooier, gast. 1800 kijkers, dat is insane, man. We groeien echt weer met de streams, gast. Dat is insane. Zoveel mensen die steeds komen kijken. En het blijft ook groeien, dat aantal. Dat vind ik echt sick. Dat is echt dope. What's up, Strijs? Hey, King of Mighty, what up, bro? What's good, man? Welkom in de stream, gast. Oké, jongens, we hebben maar 2 kills in heel Rietel kunnen maken. Fuck. Volgens mij hoor ik schoten daar. Dus ik denk reload beter. Dan gaan we op af. Ik hoop niet dat jullie last hebben van die, wat is het eigenlijk? Mai-bende daar. Ja, de gemeente is zo allemaal... We hebben zeg maar, ik woon naast het spoor. Dus er staan allemaal bomen ernaast en die zijn ze helemaal aan het snoeien. Let op bij noscope. Oké, hij heeft een blauwe. Let's go. Ik moet eigenlijk niet gaan trollen in deze game mode. We moeten gewoon vol voor die win gaan. En er moeten niet zulke dingen als noscopes gaan doen. Dat wordt hem niet dan. Hey jongens, thanks voor alle subs, jongens. Super ziek, gasten. Thank you very much, my dude. Je bent geprankeld, ja, verdomme, man. Kijk, weet je wat het was? Het was heel erg dope toen hij zei van... Ja, als Mick belt, hè, zou je hem dan herkennen? Ja, 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 zeg ik. Dan denk ik ook van, maar Dylan, hoe kan je zo zijn, weet je? Ik zat er niet bij na te denken dat het Mick kon zijn. Maar sowieso, zijn stem klonk veel anders dan in video's, dan op telefoon. Mijn stem ook. Het klonk gewoon heel... Ja, een beetje... Ja, het is gewoon, telefoon is gewoon niet zo'n goede kwaliteit. Dus ik had het echt niet door dat we erin waren. Maar toen hij zei van... ken je Mick ook? En als je hem hoort, inderdaad van... Je weet wie het is. Toen dacht ik van... Hè? Maar je had het toch over Rick en mij? Toen dacht ik van... Er klopt hier iets niet. Dus ik had er al minder vertrouwen in, maar toch... Ja, kijk, stel hè, een bedrijf belt je daarover en je zegt van, ah, dit is fake, weet je wel, en je mist het wel, dan ben je fucked up, gast. Dus ik dacht van, nou, fuck it, het zal wel. Ik zie wel of het nep is, en nou, het was uiteindelijk nep. Helaas pindakaas, zeggen we dan. Maar je toch in een leuke video gekomen, right? Woop woop. This is the sound of the police. This is the sound of the beast. Oh shit, hoorden jullie dat? Hè? Dat is een glitch, man. Hebben jullie het ook wel eens als je iemand gekillt hebt dat je nog steeds zijn voetsporen hoort? Ik hoor dat wel. Of voetstappen. Voetsporen kan je niet horen. Ik hoor dan heel vaak voetstappen, man. Dat is een beetje minder fijn. Look at him. Yo, dit was solo showdown eigenlijk. Showdown is een game mode, jongens. In, wacht even. Dat was zo'n gekke actie als dat een kill was, ouwe. Wacht even hoor, laat me het zo even uitleggen. Sound of the police. Woop woop. This is the sound of the beast. Ja, solo showdown is dus zeg maar een game mode. Solo's, het zegt het al. Je speelt solo's en je moet wins grinden en kills. Hoe meer kills, hoe hoger je komt in de ranklijst, hoe meer wins, hoe hoger je in de ranklijst komt. En de top 100 van, denk ik, mijn regio is nu gewoon Europa. Die krijgt 4 bucks. Je kan 4 bucks dus winnen als je gewoon dit goed speelt. En als je nummer 1 wordt, krijg je 50.000 V-Bucks volgens mij. 50.000, hè? What the fuck? En ja, nou, ik ga niet voor de nummer 1, hoor. Dat is echt onmogelijk. Er zijn zoveel goede, betere mensen dan wat ik ben. Maar we gaan wel gewoon grinden voor die top 100, hè? Je weet maar nooit. Straks kom je erin en dan krijg je toch weer gratis 4 bucks, hè? Dat is altijd leuk meegenomen. Dus ik ga gewoon mijn best doen. Ik heb al 1... Dit is het tweede potje dat ik doe in Showdown. En de eerste game heb ik gewoon gewonnen met 11 kills. Dus daarom dacht ik van, hé, hey, als we dit gewoon vaker doorzetten.
En we gewoon dit goed doorzetten, dan kunnen we dit gewoon echt... maakt misschien nog wel kans, weet je. Maar ja, het is gewoon lastig. En de top 100 sowieso is moeilijk te halen. Dan moet je echt denk alle games winnen en veel kills hebben. Dat is echt lastig. Hey, Butch, you never know, man. Je gaat nog niet naar huis. Lang niet, nog lang niet. Je gaat nog niet naar huis. Ik word daar ook weer geschoten. We gaan wel lekker, man. Die tech, ik zeg je eerlijk, man. Dat ding is nog best wel chill. Oeh, dan wil ik hem wel houden. Ik hoorde daar nog meer schoten. Oeh, dit is lekker. Dit is heel leuk. Wat is dat voor wapen? Scar. Ik ga gewoon een keer met de SMG spelen. Fuck dat. Oké, nice. Ik hoorde hier... Oh, hij heeft mij 1 shield damage gedaan. Ik dacht echt dat hij me flink had geraakt daar. Valt wel mee. Beter, zeggen we dan. Zuiver. Nice. Woep. Doe de game mode. We doen de game mode. We doen deze game mode, broer. Oké. Nou, 7 kills. We gaan voor de 10 plus natuurlijk. Nou, gaat wel lekker. We zitten nog 15 man over. Hé, we gaan het gewoon doen, jongens. Dit wordt leuk. Ik zit wel te twijfelen, man. Die Scar is wel... Ik neem de Scar toch mee. Ik weet niet. Ik denk dat als we gewoon op medium afstand zitten... dat het wat chiller is om een Scar te hebben. Maar... fuck, man. Het is een twijfeldingetje. Maar ik denk toch dat de Scar wat chiller is op dit moment. Dus, ja. Hey, Eva, thanks voor de sub. Super bedankt. Thanks voor de support. Dope. We hebben launchpad en bouncers, hoor. Dus ik zit gewoon lekker chill hier. Ik moet even gewoon goed mijn omgeving checken. Dat er niet iemand in mijn rug sneakt. Want we hebben toch de loot om snel weg te kunnen. Dan wil ik niet echt mensen achterlaten. Die we kunnen killen. Ja, ik zie hier echt niemand, man. Oei, kijk, dat bedoel ik. Zou ik een launchpad hiervan? Ik ga gewoon één zo'n bouncer doen. Als hij in dat gebouwtje blijft zitten, pomp ik het gewoon vol met rocket launchers. Ja, let's go, yeah. Oh, er komt nog iemand aan. Oh god. Fuck, gast. Dit ding is zo sterk, hoor. Daarom gebruik ik hem nu. Dat bedoel ik. Dag. Oké, nice. Weer een kill. Ik zag daar heel wat mensen nog. Echt 2 guys zitten daar nog. Yep. Die moet ik ook even hebben, man. We gaan er gewoon weer naartoe. Alsjeblieft, vermoord elkaar niet. Laat mij dat maar doen. Oh, ik schoot niet. Woep. Was goed, jongens. Ik zeg je eerlijk, die tech, jongen, is zo lekker om ermee te spelen, gewoon. Lekker spelen. We got him, jongens. 10 kills. Dit is precies wat ik wil. Oh, fuck, gast. We kunnen nog veel meer halen. Tjus. Oké, we gaan ons best doen, jongens. Echt, dat kijken aantal, jongens. Jullie zijn insane, man. What the fuck? Ik heb niet zoveel hout. Dat is wel kut. We need some wood, man. We need some wood. Clean place, bro. Ja, echt, hè, Ryan. We gaan weer lekker, jongen. We are going very nice. En we zijn gewoon aan het begin. Was het dit potje met die trap? Nee. Dat was vorige game. Oh, nee. Dat was nog geen showdown, hè? Oh, ja. Beter. Nice. Kut. Ofwel. Nee. Huh? Nee. Dit is toch de eerste... Ja, dit is de eerste game. Lol. Ik ben het gewoon helemaal weer vergeten, joh. Lekker, Dylan. Hey. Heavy. Ja, maar jongens, ik hou de tech, man. Ik hou de tech. Sorry, ik snap het. Normaal zou ik ook de heavy meedoen, maar ik ga wel echt lekker met die blauwe tech op dit moment. Dus ik dacht van, dan gaan we er ook mee door.
Ik snap het, jongens. Ik had hem ook gezien. Super bedankt nog voor het tipje, want stel dat ik hem niet had gezien, was het wel even chill geweest dat jullie het zeiden. Alleen ik heb het expres achtergelaten. Oké, nog 8 man remain. Dat is best wel wat op zich voor endgame. Dat is de showdown, jongens. Er spelen gewoon wat meer betere mensen in. Dus je komt ook met wat meer mensen. Je krijgt jeuk overal, jongen. Dat heb ik altijd als ik concentreer. Ik moet wel even iemand zien te spotten. Het is nu weer iets te rustig. Ik zit safe, dat is mooi. Ja, man, daarboven. 100% daar zit iemand. Oké, we hebben wel goede loot, man. Dit is lekker. Goede bouncers. 12. Voor traps. 2 en een launchpad. Ja, dit is prima. Dit is prima. Ik hoor schoten. Ja, daar is het gaande. Ik weet niet of hij in die toren daar nog zit. Ik zit trouwens hier safe. Dat is wel lekker. Mooi. Dus dan kunnen we gewoon even rustig aan doen. Ja, daar zit iemand. Die zat iets lager volgens mij. Die zat niet helemaal boven. Ja, kijk, daar heb je hem. Oh shit, twee buiten. Oh, fuck. Waar werd de... Oeh, oké, kijk, nou wordt de boel leuk. Nou gaat het kut worden. Ik heb niet echt kills meer nodig, dus ik ga ook gewoon een beetje camperig spelen. Is nu stuk, hè? Uit de ding. Heeft hij nou legit een minigun, gast? Weet je wat wij hebben? Dit. Vliegt er gewoon voorbij. Oh god. Ik had hem bijna, jongen. Oh, die sniper guy daar. Die deed dat heel even kut voor mij. Ik heb geen kills nodig op dit moment, jongens. 10 vind ik prima. Dus ik ga nu niet... onnodig pieken en pushen. Ik zit safe. Prima, jongens. Zit die guy onder mij nog steeds? Leeft hij nog? Fuck, gast. Ik heb niet heel veel bouw meer. Maar flikker nou eens op met dat ding, jongen. Jezus, man. Ik word geraakt, jongens, steeds door die kerel hier. Mag die hebben? Jezus, gast. Fucking hell, man. Oké, 11 kills. Dat is precies het einde waar ik mee het vorige showdown potje heb geëindigd. Ja, die heb ik dus niet gestreamd helaas of opgenomen. Maar die gewoon voor mezelf. Dus we zitten over dat ding al zo meteen in. Dat is chill. Dat is lekker, man. Als we deze game winnen, gewoon rustig uitspelen, komt het goed. Oh, fuck. Ik kom wel een beetje met de bouw. Shit, ja. Ligt hier nog wat? Ja. Maar hij heeft niet zoveel. Oh, daar zit los aan het gaan, hoor. What the fuck? Daar zit ook een guy. Okay, ik moet een beetje mengen. Ik weet niet of dit slim is, man. Is hij nou weg? Ik heb bouw nodig. Zie je, dit bedoel ik. Er zijn gewoon veel betere mensen op dit moment. Dus we moeten gewoon even ons speelstijl anders maken. En soms gewoon wegpushen. Oh, er ligt heel veel loot. Het zit allemaal niet safe. Ja, de laatste twee zitten daar, man.
Ja, dat is die goede guy van net. Even een dansje. Ted Pauw. Dertien fucking kills.